Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het COVID-journaal. We beginnen deze uitzending op het moment dat ons land in een total lockdown gaat en duurt tot maandagmorgen 5 uur. De gezondheidsautoriteiten zien zich genoodzaakt tot deze drastische maatregelen in een poging verdere verspreiding van het COVID-19-virus te stuiten. We weten allemaal dat het aantal nieuwe besmettingen al wekenlang hand over hand zijn toegenomen en er dus sprake is van een ongecontroleerde community spreading. De politie zegt dat bij de ordehandhaving in het lockdownweekend overtreders zonder pardon zullen worden aangepakt. Wie de lockdown negeert, wacht in de eerste plaats een forse geldboete. De boodschap welke ik wil delen met de samenleving, en dat doe ik het namens het Korps Politie Suriname en zeker ook de samenwerking met DNV. We doen een beroep op ieder dat wij Bigisma Botak Uspa Anu in deze strijd. Wij hebben bewezen bij de eerste golf dat we in staat zijn geweest om die besmettingen terug te brengen. Dat wil zeggen, wij kunnen. Laten wij wederom gezamenlijk ervoor zorgen dat we de besmettingen terugbrengen. En dat kan alleen als we de maatregelen naleven. En het beroep concreet, laten we met z'n allen de maatregelen naleven. Bij de dispensatieverlening wordt sinds kort aan de hand van een routeplan en zoneverdeling toestemming verleend aan geïdentificeerde essentiële werkers. De registratie van dispensatiebrieven verloopt digitaal via de nationale COVID-19-website. Het is heel belangrijk alle velden in het registratieformulier in te vullen. Hoofdinspecteur Deekman vraagt extra aandacht voor het deel over de door de aanvrager te volgende route. Het is belangrijk voor de samenleving om te weten dat de dispensatie wordt verleend op basis van zones. De aanvraag is gedaan met behulp van een route en u krijgt die goedkeuring op basis van die route die u heeft aangegeven. Als blijkt dat u buiten de aangegeven route, CQ zone, bent, dan wordt u aangemerkt als een lockdown overtreder. Dus hou er rekening mee dat u dispensatie heeft om zich te begeven op de aangegeven route. U heeft die route zelf aangegeven. U heeft zelf aangegeven wat de noodzaak is waarom u zich op de route moet begeven. Dus dat is de reden ook waarom wij stellen. Het doel wat wij willen bereiken is om te voorkomen dat we met grote groepen bij elkaar zijn. En wij gaan u dispensatie geven om u te bewegen op de route die u zelf heeft aangegeven. Voor wat betreft de registratie en de herregistratie van dispensatie, mag ik u aangeven dat we per 4 januari zijn gestart met de herregistratie. En de herregistratie die is per 15 januari afgesloten. De registratie, dus de nieuwe registraties, die gaan door. En het geschiet allemaal digitaal. De digitale registratie en controle is als volgt. Iedereen die in aanmerking wil komen voor dispensatie rond de lockdown dagen en of lockdown uren, die registreert zich dus via de COVID website, COVID-19.sr. Wanneer dat geschiet, dan wanneer de website open is, kan de persoon kiezen voor dispensatie aanvraag. Er gaat dan een digitaal formulier open, en de aanvrager heeft dan de gelegenheid om alle velden in te vullen. Het is heel belangrijk om alle velden in te vullen. Als niet alle velden zijn ingevuld, zal het moeilijk zijn om die dispensatie te verlenen. Heel belangrijk vooral is om het ID-nummer zuiver, dus correct in te vullen. Het ID-nummer van de aanvrager. En ook belangrijk is het om dat veld waarin de route moet worden aangegeven, volledig wordt ingevuld. Ook al zou u meerdere routes moeten afleggen, dan geeft u die routes aan. Nadat alle velden zijn ingevuld, klikt u voor submit en uw aanvraag gaat in behandeling.
Nadat uw aanvraag in behandeling is gegaan en is goedgekeurd, dan komt u in aanmerking voor dispensatie dus. De dispensatie kunt u dan controleren. U wilt dus weten, als u in aanmerking bent gekomen voor de dispensatie, wat u dan doet. U gaat via dezelfde website weer controleren. Dus weer COVID-19.sr. En u kiest dan voor dispensatiestatus. Er gaat dan een zoekvenstertje open. In het zoekvenstertje kunt u uw ID-nummer invullen. En het resultaat rolt dan eruit. U zou behalve uw ID-nummer ook wel uw naam kunnen invullen. En als u in aanmerking bent gekomen voor dispensatie, dan moet er een resultaat uitrollen. Rolt er geen resultaat eruit, wil zeggen dat u geen dispensatie heeft gekregen. Wanneer u ervoor kiest om te zoeken op uw ID-nummer, dan kiest u voor de cijfertjes en lettertjes bij elkaar. Dus alles bij elkaar intoetsen zonder spatie. Bij de digitale controle is het dat de politie absoluut geen briefje van u verwacht. Wanneer de politie u staande houdt, dan overlegt u uw ID-kaart. En met behulp van uw ID-kaart zal de politie in staat zijn te controleren als u daadwerkelijk in het bezit bent van die dispensatie. De politie zal dan gebruik maken van uw ID-nummer en nagaan als uw ID-nummer in het bestand voorkomt. Als het gaat om buitenlanders die niet in het bezit zijn van een geldig Surinaams rijbewijs of ID-kaart, dan kunnen die het doen met het paspoort. Want die hebben dus die dispensatie met hun paspoortnummer aangevraagd. Voor mediamensen en andere essentiële werkers geldt weliswaar een multiple zone dispensatie. Voor de media, en niet alleen de media hoor, er zijn ook andere groepen die behoefte hebben aan zich onbeperkt te verplaatsen. Aan die groepen wordt dus de dispensatie op een andere manier verleend. Zij hebben zeg maar multiple zone dispensatie. Donderdag had justitieminister Kenneth Amoksi reeds duidelijke taal gesproken over de ordehandhaving in het lockdownweekend. Ik begin om aan te geven dat productiebedrijven open mogen die dus een 24 uur werkschema hebben, die ook op de zaterdag en zondag open moeten zijn. Exporteurs mogen open zijn, landbouwbedrijven. Ondernemingen in de mining en oil en gas sector. Nutsbedrijven, ten aanzien van nutsbedrijven moet ik aangeven dat meestal vitale diensten, zoals storingsdiensten, die mogen opengaan. Ze zijn ook geregistreerd als zodanig. Ik ga door met aan te geven dat food companies en deliveries open mogen. We gaan ervan uit dat mensen, niet een ieder kookt, dus we gaan ervan uit dat het mogelijk moet zijn dat mensen eten kunnen bestellen en die moeten dus dan bezorgd worden. Ik ga door naar bakkerijen, die moeten misschien ziekenhuizen voorzien en andere instellingen, dus bakkerijen zijn wel open. Ten aanzien van de bedrijven moet ik wel aangeven dat de mensen hier wel in uniform gekleed moeten zijn en naast hun bedrijfspas ook een ID-kaart moeten kunnen overleggen zodat ze echt, weet je, zodat ze geïdentificeerd kunnen worden. Supermarkten voor de weekend lockdown hoeven niet open te gaan en ze hoeven ook niet bevoorraad te worden. Dat zou alleen mogelijk zijn bij de partiële lockdown. Luchtvaart en zeevaartondernemingen, dus rederijen, mogen opengaan. Ik ga door met wachtapotheken, securitybedrijven, de
mantelzorg. Dan denk ik ook aan individuen die misschien voeding moeten brengen voor bedliegerige en andere behoeftige familieleden. Misschien voeding, medicijnen. Dus die mogen wel, maar ze moeten registreren. Ze moeten zich registreren. En dan heb ik gesproken over de thuiszorg. Mensen die moeten dialyseren. Dus die centers zijn dan ook open. Mensen met dringende medische gevallen, situaties, kunnen melden via 105 en ook via het command center. Kunnen die meldingen gedaan worden. De politie zal dan inspelen op deze zaken. Uitvaartbedrijven mogen open. Bij begrafenissen moeten mensen zich registreren bij de DC in hun respectievelijke districten. En wel rekening houden met de COVID-19 protocollen die gelden voor zulke zaken. Veevoerbedrijven mogen open. Voor landbouwers, veehouders, kippentelers, deze groepen en hun arbeiders mogen met registratie bij de DC in hun district kunnen ze de werkzaamheden gaan uitvoeren. Meestal zijn de locaties niet waar de mensen wonen, dus hiermee moet er wel rekening worden gehouden en dat doen we ook. Dat ze dus hun zaken mogen gaan doen. De horeca sector, ik heb het al aangegeven, restaurants, fastfoodbedrijven, die mogen open. We houden er rekening mee dat mensen eten kunnen laten bestellen en leveren. Dierenartsenpraktijken, die zijn wel open. Overal kan ik aangeven dat mensen met specifieke gevallen, zij kunnen dus meldingen doen bij de politie via het nummer 105 en via de command center kunnen de meldingen gedaan worden. U weet, dat is dan volgens de wet, er zijn bepaalde groepen genoemd, zoals veiligheidsdiensten, Defensie, KPS, KPA, BBS, douane, DNV, NCCR, kustwacht. Indien u in dienst bent, mag u op straat voor dienstwerkzaamheden. Maar in geval u voor privédoeleinden op straat bent, zult u gecontroleerd worden en er zullen maatregelen tegen u worden getroffen. Verder zijn medische instellingen open. Laboratoria en centra voor medische diagnostiek zijn open. Reden van de Raad van Ministers, de Nationale Assemblée, de Staatsraad, de zittende en staande magistratuur, als ook advocaten, notarissen, landmeters, die mogen ook op straat zijn, maar alleen in verband met dienstwerkzaamheden. Ik wil weer de oproep doen aan Suriname, aan het publiek, om zich te houden aan de COVID-maatregelen. De politie en de ondersteunende diensten gaan heel strak optreden. Laat me dat benadrukken. We gaan optreden tegen mensen die de lockdown negeren. En zich willen onttrekken, misschien naar het binnenland willen trekken, naar vakantieorde. Trouwens, die orde zijn dicht. Nogmaals, niet om u onaangenaam te zijn, maar het gaat om de gezondheidszorg. En het AstraZeneca-vaccin tegen COVID-19 is goedgekeurd door de Europese medicijnwaakhond. Het Oxford AstraZeneca-vaccin is goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenbureau EMA. Het is het derde vaccin dat is goedgekeurd voor de Europese Unie na die van Pfizer, BioNTech en Moderna. Wanneer de Europese Commissie het advies van het EMA overneemt,
wordt het vaccin beschikbaar gesteld voor mensen in de EU vanaf 18 jaar. Het vaccin bestaat uit twee doseringen. De tweede prik moet tussen de 4 en 12 weken na de eerste worden gegeven. Uit twee grote studies bleek dat het vaccin bij 60% van de mensen van 18 jaar en ouder bescherming biedt. It's a real pleasure to be here and to announce the third positive opinion for the authorization of the AstraZeneca COVID-19 vaccine. This expands the range of vaccines available to EU and EEA member states, which will all help to bring the pandemic under control and protect the citizens of the EU. Nederland heeft 11,7 miljoen doses van het vaccin besteld. En daarmee kunnen bijna 6 miljoen mensen worden ingeënt. De behandeling van COVID-19 patiënten legt een enorme druk op de zorg. Wij van het COVID-19 journaal willen vanuit deze plaats alle zorgwerkers en essentiële ordendiensten een hart onder de riem steken. De controle op naleving van COVID-19 maatregelen trekt een heel zware wissel op deze groep. Rest mij u nog een rustig weekend toe te wensen. Stay healthy en be safe. Goedenavond.